Een regen? Een regenboogpad. Ik zou niet weten wat ik daarvan vind. Ja. Ik weet ook niet wat een regenboogpad is. Meneer, wat zou u ervan vinden als er in Druten een regenboogpad zou komen? Over mij mag dat hoor, geen enkel probleem. Nee? Nee hoor. Dat is prima. Een regen? Een regenboogpad. Ik zou niet weten wat ik daarvan vind. Ja. Ik weet ook niet wat een regenboogpad is. Ja, om de LHBT'ers te steunen, zeg oh, maar. Oh, dat vind ik goed. Maar dat er een pad voor moet komen, vind ik wel een beetje gek. Maar goed. En toch krijgt Druten binnenkort een regenboogpad. Het initiatief komt van raadslid Dini uit Den Haag, die meer wil doen aan inclusiviteit. En toen dacht ik, wat doen we daaraan in Druten? Eén keer per jaar, prima hoor. Hijsen we hier de regenboogvlag, ten teken daarvan. Maar ik was op zoek naar iets blijvends. Op meerdere plekken in Nederland is er al zo'n gebrapad te vinden, zoals hier in Arnhem. Mensen denken vaak dat dezelfde regels gelden als bij een gewoon zebrapad. En moet je dan stoppen als er mensen overheen lopen of niet? Zo'n zebrapad, hè? Alleen een ander kleurtje. Ja, natuurlijk stop je dan. Ja, je kan slecht doorrijden. Maar zo zit het dus niet. Om verwarring te voorkomen, heeft het raadslid wel een idee. Nou, om heel duidelijk inderdaad in de berichtgeving dat al te zeggen. Want echt, het is dus geen verkeerstechnisch gebeuren. Dus je moet het sowieso op een plek doen waarin dat al heel duidelijk is van dit is geen echt zebrapad. En ik heb wel een paar ideeën waar dat zou kunnen. Nou, we komen hier nu bij de driehoek op de markt. En het lijkt mij dat het hier een stuk vrolijker zou worden als wij hier bijvoorbeeld dit een regenboogdriehoek zouden maken. Er komt een kiosk op de markt. Het is nog niet helemaal duidelijk precies waar. Maar als die hier zou komen te staan, dan zou je er ook een regenboogpad naartoe kunnen laten lopen. Dan weten mensen meteen waar ze terecht kunnen voor de berichten uit de kiosk. Ideeën genoeg dus, maar inwoners weten een betere plek. Dat bij het gemeentehuis. Dat is de mooiste plek. De mooiste plek daar. Drukste plek. Doen we bij het gemeentehuis. Dat is het drukste punt, het gevaarlijkste punt. En het punt waar de meeste mensen zouden moeten stoppen. Ik denk dat is veel meer openbaar, veel meer groter. Ja. Ziet iedereen het. Waar en wanneer er een regenboogpad komt, is nog onbekend. Uit Den Haag is er wel van overtuigd dat dit bij zal dragen aan verdere acceptatie. Ja. Ik denk dat de mensen in Druten een brede blik hebben. En dat die zeggen van nou fijn dat wij ook op deze manier aan kunnen sluiten bij de ideeën die er rondom inclusie leven.